lijntjes. Muur. Pose. Barsten. Vel. Een silhouet. Het is een meisje dat zingt en die Ariana Grande wilt zijn. Pablo heeft een bericht gestuurd. Dat is een gekke schaduw. Wat kan schaduw ons eigenlijk vertellen in een foto? Want als de zon op één plek staat, dan kan je zien waar de schaduw staat. Want nu schijnt de zon van daar hier tegen en nu is de schaduw hier. En als die daar stond, dan zou de schaduw hier staan of ergens anders. Willen jullie onderzoeken? Ja! Kunnen jullie daarmee experimenteren? Ja! Dit is onze foto en die persoon is zwart en de lucht is wit. We hebben een zonnebril op een blad papier gelegd en dan hebben we daar een zaklamp boven gelegd. Van een scherm hebben we dan een dier gemaakt. Dit is onze foto. Door de lamp onder jouw kind te houden, krijg je gekke schaduwen. Welke foto gaan we naar Pablo sturen? In deze foto wil ik graag extra schaduw. Ik maak vouwen tussen de bomen. Nu is mijn foto niet meer plat. Zoals in een echt bos zijn sommige bomen verstopt.